Het zijn allemaal afgestudeerde ergotherapeuten, dus als ergotherapeut ga je eigenlijk heel vaak hulpmiddelen gaan aanbieden aan je cliënt, omdat hij een handelingsprobleem heeft. Hij kan dingen niet vasthouden, hij kan zich onvoldoende zelfstandig bewegen. En om die hulpmiddelen nog beter te kunnen cliëntgerecht aan te bieden, leren wij eigenlijk de ergotherapeuten op. Vroeger had ik nooit gedacht dat ik een prototype kon maken met karton. Dan was ik direct wel aan het denken aan het afgewerkt product. Maar hier heb ik eigenlijk geleerd om in die stapjes te denken en zo naar het afgewerkt product te geraken. Dus alles wat ik hier heb geleerd is dagdagelijkse bezigheid momenteel. Dus dat is echt goed. Ik vond dat net interessant dat je ook op dat activiteitenniveau mee kon nadenken en echt de mensen kon verder helpen. Want in de gewone ergotherapieopleiding leer je wel heel veel, maar zo echt iets ontwikkelen, iets ontwerpen, echt op maat afgestemd van de persoon, daarvoor voelde ik mij daar eigenlijk niet zo echt vaardig in. Dus ik wou dat wel wat meer onder de knie krijgen. Ja, het was eigenlijk een vrij uitgebreid programma in die 8 lesdagen dat we gekregen hebben. Ik moet zeggen, voor de opleiding ging ik er naartoe met gedacht van ja, ik ga hier een paar dingen bijleren. Ik had eigenlijk echt niet gedacht dat het zo verdiepend en zo ruim was. En het zijn echt wel heel veel dingen dat je in de praktijk direct kunt gaan gebruiken eigenlijk.